Start! Misschien drukken. Kut. Mijn schoenen gaan meteen uit. Oh. Ik wil hap. De tenen blaren en ik kan niet zo. Vond mijn kleur mooi hoor. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Dit is mijn outfit vandaag. Ik moet ook nog een outfit meenemen, want mama en ik hebben eerst in Amsterdam vandaag een meet and greet. Een meeting. En dan in de avond gaan we lekker uit eten. En daarna hebben we een première. En voor die première is de dresscode colorful chic. Alles wat ik niet ben. Ik ben niet colorful en ik ben ook niet chic. Oké, soms kan ik wel chic zijn, maar... Colorful, what the fuck? Ik heb geen colors in mijn kast. Alles is zwart, wit, grauw. Ik had nog één ding in mijn kast hangen. Een jumpsuit wat ik 2 jaar geleden in een videoclip aan had. Van Veilige Haven. Dus ik dacht, nou, die ga ik aandoen. Het is een beetje een rommeltje in mijn kamer. Ik moest even wat opnemen. Deze fucking pop die staat hier ook nog steeds. Van de feesten hier in het dorp. Elke keer als ik moet plassen in de nacht, schrik ik van dat ding. Wij zijn weer onderweg. We zijn al in Amsterdam aangekomen. Ja. We hebben eerst, wel ja, heb ik al verteld. Eerst meeting. Ja, we hebben een druk middagje en avond. Hè? We hebben veel programma's staan vandaag. Maar wel heel leuk en gezellig. Samen. Samen. Ik vind het eigenlijk zo stom als je dat doet. Samen. Oh, dan doe ik het niet meer. Nee. Dan stop ik daarmee. Ja. Ik wil niet in jouw irritatiezone zitten. Ja, leuk. Oh, je zou dus vaker moeten lachen. Dan zie ik je diamantje. Maar wat wilde je zeggen, liefje? Niks. Nee, ben je uitgeluld? Je moet gewoon je bek houden. Ik moet mijn bek houden. Ja. Zometeen gaan we weer lullen. Ik word helemaal aangekeken rechts van ons. Oh, nou ja, oké, prima. Maar ja, mooi weer gelukkig. Ja, gelukkig wel. Ja. Nou, wat een gesprek. Muziek. Mama! Kia is een beetje gefrustreerd. Ja, kut Amsterdam. Kut stoplichten. Kut route. Wordt helemaal verkeerd geleid. Zegt hij dat ik linksaf moet gaan terwijl ik hartstikke rechtsaf moet. Weet je nu wel op waar je naar rechts moet? Ja. We gaan hier zo koffie halen. De meeting is voorbij. Het was een leuke meeting. Kia is nu bij een, ja, hoe heet het ook weer? Iets waar je koffie, heel lekkere koffie kan halen. En daar is zij nu even koffiebonen halen, want we hebben natuurlijk een nieuwe koffieautomaat. Oh, daar is ze al. Oh, je hebt ook koffie gehaald. Ja, ik moest even proeven. En geen koffiebonen. Jawel, cafecito, dat was het. Ik kom er even niet op. Cafecito. Nou, hier. Die gaan deze we dus proberen. Lekker. Maar hoe duur is dit kleine zakje? Dat is 17 euro. Mama, dat is echt niet zo heel duur voor koffie. Dat is duur. Dat is gewoon duur. Koffie is nou echt precies goedkoper hoor, liefje. Ja, maar weer heel goor, man. Die was lekkerder dan die andere van gewoon. Ziet er wel heel lekker uit, eigenlijk. Mm-hmm. Jij vindt dit lekker, ja, hè? Ja. Wil je proeven? Nee. Dit is echt koffie. Ja, maar ik lust geen koffie. Ja, maar jij zegt, ik wil koffie voor de vibe. Oh. Ik wil ook koffie drinken. Dit is deco. Oh, maar dit lust ik allemaal niet. Dit is je hart gaat er niet van kloppen. Laag is alleen maar een schuimlaagje, wat ik nu denk. Nou, het is niet eens vies. Nou, het is een beetje bitter, maar niet vies. Nee, maar deze koffiebonen zijn wel heel lekker. Zacht van smaak, joh. Mm-hmm. Nou, dat had ik ook niet verwacht. Nou. Nog een slokje? Nou, mama, nu kan je ook koffie drinken voor de vibe. Nee, maar ja. Ja, voor de vibe. Dit is deco, dus je hart gaat er niet van kloppen. Nee, oh, dat had ik de vorige keer, hè. Nou, deze twee dozen moeten echt nodig plassen. Ik heb nu al echt zo lang niet zo'n drang gehad om te plassen. Nou, ik kan niet meer. Ik kan elke niet stap meer. Stap die ik zet, dan klotst het gewoon. Maar we gaan nu eten bij Van Dam. Ja, gezellig. Au. En dan moeten we ons nog maar in de kleding zien te hijsen
voor waar de première. Doen we dat? In de parkeergarage. Ja, ze zit gewoon in de parkeergarage. Ja, zou niet weten waar we het anders moeten doen, Kie? Ik ook niet, daarheen. Oh, ik heb mijn lekkere zeebaarsje. En wat heb jij nou? Sliptongetje. Sliptongetje. Het ruikt wel heel lekker. Dat is het ook. Mm. Ik zeg je eerlijk, dit was echt de lekkerste zeebaars die ik op heb. En ik heb de laatste tijd best vaak in een restaurant zeebaars gegeten. En dit was echt wel de lekkerste. Ik had sliptong, was ook wel heel lekker. Ja, die was ook wel lekker. Ja. Maar wat hebben wij gedaan? Twee stappen tussen elkaar. Wij hebben dus tiramisu besteld. Dat wilden we eigenlijk vooraf niet doen. Want nee, wij dachten we gaan geen toetje doen. Want zometeen hebben we ook popcorn bij de première. En dan hebben we toch maar tiramisu besteld. Maar wat kijk nou, met thee krijgen we ook nog eens dit. Ja, ik hoef dat niet. Hoef je dat niet? Nou, ik wel hoor. Wat is het eigenlijk? Ja, ik vind dat vind ik niet zo heel erg. Nou, ik wel. Ik vind dat lekker. Het is lekker. Oh, wat satisfying is dat. Oh, enjoy. Dankjewel. Oh, dit is lekker, mama. Gaan we proeven nu? Ja. Wat is heel lekker voor jou geleverd? Gimme. Maar deze is heel vies. Je komt wel echt goed af. Mm-hmm. En de koffie. En die kruin koffie. Echt, ik stond het wat bij de supermarkt aan. Ja, dat is echt waar. We hebben heerlijk gegeten, maar we moeten ons nu omkleden voor de première. Ja, zie je mij wel? Ja, hi. Ik ga vast mijn jas en mijn schoenen uitdoen. En we doen het hier, want in het parkeergarage is heel veel licht. Hoe gaan we dit in hemel? Nou, ik ga eerst even dit uitdoen allemaal. Oh, jongens. En jongens, ik moet hakken aan. Oh, het wordt donker. Ik heb een zwarte string aan, is dat erg? Ja. Ik moet zo meteen ook even mijn rits dicht doen. Oh. Ik heb hem nog erger. Want ik moet in mijn blote tenue. Ik moet een ander broekje onder die jurk. Hallo. Oh. Nee, het is achter open. Oh, Kia. Met mijn blote zit. Oh, verzinnen wij dit ook weer? Ja, waar moeten we het anders doen? Ja. Ik wacht. Hoe ga je deze jurk aan doen? Ja, dat is ook nog even een uitdaging, Kia. Ik besef mij dat wel degelijk. Ja, we moeten nog een soort van opschieten ook. Hoe laat is het? Ja. 8:00. Ja, dat is het nu toch? Ja, we moeten heel snel doen. Ja, weet ik, Kia. Ik weet het. Waarom gaan we nou ook weer zo? Ja, en we hebben niet geplast. Jij bent mijn jurk aan het kreukelen nu helemaal. Niet. Kijk uit, hè. Het lijkt of ik dikker ben geworden. Ja, dat gevoel heb ik dus nu ook. Oh, jeetje toch. Oh, wat vreselijk. Nee, maar dit nog helemaal niet goed. Oh. Waarom doe je dat? Het voelt in de schijnwerpers, jongen. Hallo. Oh. Ach, die goed? Je kraag je even goed. Ja? Die parkeerplaats bedoel ik. Ik weet niet hoe die parkeerplaats heet. Doe gewoon Tuschinski, want dan komen we er wel. Nee, dat is dus niet waar. Oh, hoe schrijf je dat? Doe dan... Tuschinski Theater, maar dan kom je weer verkeerd uit. Parkeren, zeg maar even. Oh, Kia van Rossum. God, gloeiende glimmendheid. Je moet hem wel op start misschien drukken. Kut. Oh. Ja, en nu moet ik dus daarheen, hè? Oh. Ja. Nee, maar hier kan je nu niet gaan, Kie. Dat gaat niet. Ja, maar ik moet... Gewoon gaan. Ja, gewoon gaan. Mag je hier rijden? Ja, ja. Dan mag je wel rijden. Oh. Hoe heet die parkeergarage bij Tuschinski Theater? Ik zet hem even uit, want ik vind het niet zo grappig. We zijn hoor, bij de parkeerplaats. We hebben het gered hoor. Wat een stressvolle situatie is dit toch, Kia? Ja, vreselijk. Oh, nu moeten we nog een plekje toegewezen krijgen. Ja, mensen, ik loop op hakken. Film mij eens. Ja, dit is echt verschrikkelijk om jou te zien. Kijk hoe dat loopt. Het lijkt wel een kromme heks. Vies. Ach, Jezus. Kijken, lopen. Hé, hey, hallo. Ik heb ook hakken aan, hè? Nou, ik kan hier niet lopen. Nou, wij doen rustig aan de groeten. Mijn jurk is helemaal statisch. Kie, film dat eens. Dat blijft me ook achter. Och. Och, ik hoor ook helemaal... Ja. Wat wil je toch? Nee, maar de struggles. Leuk, hè? Ik kan hier niet op lopen. Jawel. Ik haat hakken. Wauw, ik ben multifunctioneel vanavond. Nou, waar zijn we, dames? We zijn bij de première van de Mannenmaker. Ik heb heel veel zin in. Ik heb ook heel veel heel zin in. Heel goed.
Kia. Mijn schoenen gaan meteen uit. Oh, even opwarmen. Heb ik nou helemaal mijn jas over de grond gesleept? Ja, ja. Oh. Oh, mama. Ja, maar zij gaf hem verkeerd aan. Oh. Dat is niet fijn. Nee, maar dat is oké. Maar wil jij je eigen jas? Hier. Ja, kom maar. Lekker warm. Ik moet passen. Nee. Ja. Ja, echt? Ja. We waren dus niet te laat, want er was een hele wachtrij bij de rode loper. Ja, het liep een beetje uit, dus we hebben geluk. Ja. Ja, of we willen meestal de rode loper. Rode loper overlaat. Maar we hebben nu wel ons best gedaan op onze outfit. Ja, vind ik. Tenminste, dit was het enige colorful wat ik in mijn kast had gaan maken. Nee, ik dus niet. Ik heb er echt eentje gekocht. Ja. Ja. Speciaal voor deze aangelegenheid. Jongens, ja, dit filmt haar kruis. Ik heb een piemel. Dit filmt gewoon haar kruis. Ja. Ze heeft een stijve. Ja. Het is nog te doen. Het is nog oké. Maar we hebben wel gelachen. Ja, echt leuk. Ik denk dat iedereen er zo aankomt. Doe jij die verpakkingen? Ik sterf van de pijn van in mijn hakken. Ik heb blaren op mijn tenen. Mag ik hap? Ik kan niet lopen. Waarom doe ik die schoenen aan? Ik wil hap. Geef hem een leugel. Happenkreem. Is die lekker? Er zit ook een geur bij. Wow. Zullen we een afgeurtje lekker even afhalen? Ik ga hem wel mee, ja? Nou jongens, wacht even hoor. De stand van zaken. Het kind kan niet meer lopen. Ik heb op beide tenen blaren en ik kan niet lopen. Ze hangt aan mij alsof ze dronken is. Mensen denken echt dat we allebei een glaasje te veel hebben. We hebben gewoon water gedronken. Ik ben horek op. Kiek dan. Ik kan echt. Ik doe dit nooit meer. Je had gewoon echt blaren meteen al. Ja. Hoe dan? 1 seconde hak. Ik heb 1 seconde. Ik moet even. Maar dit is gewoon een teken dat ik gewoon geen hakken aan. Nooit meer. Nooit meer. En open hakken kan ik nou helemaal niet hebben, want dan... Oh, deze vrouw daar, die heeft gewoon palen aan. Ja, oh, en dat loopt nog vlot ook. Kijk, nou, mij lopen. Ik heb ook hakken. Ook... Tram, hè, op zich? Nee, niet. Nee, het gaat goed. We zijn bijna bij de garage. Wel stoepie, hè, zo. Ja. Ach, liefje, wil je op mijn rug? Nee, het is nog maar 5 meter. Hoe ik denk iets meer. En het moet in de garage ook naar beneden lopen. Ja, maar dan doe ik echt mijn hakken uit. In de tushiski. Dat moet je ook niet zeggen als je dronken bent. Tushiski. En we gaan in de tushiski. Ik heb veel gekeken bij de tushiski. Ik wil een mannen maken. Doe ze nu vast uit. Het is klaar nou. Het politie, is klaar. Help. Ja, nou politie, die gaat niks doen aan jouw schoenen. Het gaat op de blote voeten, jongens. Kijk, loop. Daar gaat ze. Huh? Ja, natuurlijk is dat koud. Ik kan niet rennen op deze hak. Ik kan het wel, maar ik ben al bang dat ik op mijn plaat ga. Dus dat doen we maar even lekker niet. Hé, liefje? Het is koud. Koud, hè? Koude polten. Koude polten. Mijn platpolten. Ach, ja, oké. Okay. Maar dit, een garage is ook echt goor, hoor. Ja, lopen. Het is niet anders. Ik heb van die doekjes in de auto. Doe me daar even je voeten mee. Zo. Een heel goed douche. Ik heb er ook een beetje mee, hoor. Ik vind het ook niet zo lekker hard. Nee. Wij zijn hier niet voor gemaakt. Nee. Geef mij gewoon mijn lekker stampers. Ja, geef mij ook en dan lekker als een boerentrien lopen. Ik had hier ook gewoon geen ander aan moeten doen. Dat stond op zich ook oké. Ja, fuck my life. Ach, liefje, liefje. Ik heb zoveel spijt dat ik heb... We staan beneden. Ja, we moeten toch betalen. Ach ja, dat is... Yo. Oh, dat is zwartig. Het valt nog mee, hoor. Moet ik zeggen. Ja, omdat ik ook op mijn tenen loop. Ik loop altijd op mijn tenen. Ik ben moe! Ik ben het zat! Ik kan er niet meer tegen achter je schoen. Oh. Nee, maar dit is niet grappig, Kia. Ik denk, je schoen die gaat. Is die heel? Ik heb een heel goed hoesje. Kijk dan, kijk, ze los zit in het hok. Ik zie je, joh. Nee, ach, meid. Meid. Je moet echt als moeder en ook echt een sterk hart hebben, hoor, met die koters. Ik zweer het. Nou, ik heb maar goed, ik hop er lekker achteraan. Oké. Oh, Kia. Niet zo mijn tenen van dichtbij. Nee, doe onder. Oh, onderkant voet. Ja, maar dat is ook lelijk. Verder ben je knap hoor. Alleen je tenen niet. Ja, en mijn piemel.
Oh ja, je hebt hem weer stijver zie ik. Ja. Oh, ja, dit doet auw. Kijk. Kijk dan, daar zijn hele ze. Hele mooie schone gimpen. Heerlijk. Ja, hart, dit is toch dit veel leuker. Dit had gewoon prima geweest, Kia. Sorry. Dit is toch 10 keer leuker. Ja. Dit ben jij. We zitten. We zitten. Kia heeft nog de outfit aan. Oh, maar wel mijn schoenen. Ik heb een spijkerbroek aangetrokken. En je schoentjes aan, liefje. Och, wat is dat fijn, zeg. Oh, ik word hier altijd wel een beetje boef van. Ja, ik ook. No, ja, moeders is er ook weer bij. Moeders is er natuurlijk ook weer bij. Ik zit ook weer met mijn hele bakken in die vlog. Die hele helft houden. En dat te bedenken dat vroeger absoluut niet wilde. Ja, jij wilde echt niet op de vlog. Echt maar niet. Toen vond ik mezelf ook veel te dik. Maar... Niet dat ik nu niet dik ben. Nee, dat mag ik nooit zeggen dik. Van haar. Je bent niet dik. Ja, vrij stevig, zeg maar. Ja, dat vind je niet leuk dat ik dat zeg, maar hey, we kunnen er ook niet omheen, hè, om die vetjes. Ook oh, een koud. Ach, wat een toet. Oh. Hi. Hey. Ik ga vandaag mijn haar weer verven. Ja, ik vind het best wel spannend eigenlijk. Ik ja. ook, man. Want de laatste keren was het toch niet. Je dacht, nee. Ja, dit is het. En dan bleek het toch niet zo te zijn dat je dacht, nee, het is het toch niet. Nee. Dus ik ga weer een balayage doen eigenlijk naar hoe ik mijn haar voor het eerst had geverfd. Dat wil ik eigenlijk nu ook. Maar... Mama is ook even langs. Ik zit in de folie. Ja, dat zie ik. Dat ontgaat niemand. Ben je nog steeds knap? Nou, je kan zo mee met Halloween. Je laat iedereen schrikken. Ach ja, nee. Je moet er wat over hebben voor een kleurenjaar. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het een beetje spannend. Ja, dat snap ik wel. Maar dat heeft iedereen hoor. Want ik vond mijn kleur mooi hoor. Ja, maar dan ga je nu iets wat je misschien... Ja, maar wat ik mooier vind. Ja, laten we het hopen. Ergens is hij ergens tussendoor, hoor. Ja, ze is er echt. Nou, oké. Okay. Ik heb het nog niet gevonden, maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Ja, maar dat is wel leuk als ze dan ook... Oh, wat een verlossing. Ja, dat snap ik niet. Oh, dat was niet de beste stuk van jou aan de zijkant. Hè? Heb je een soort verskiepje? Ja, ik heb wel echt een grote neus. Nou, dat zeg ik niet, maar zo aan de zijkant... Echt een skiepje, nou dat is lekker. Maar het is een soort van heel blond. Sommige stukken. Kijk me dan nou zitten met haar fruit en yoghurt. En dan wordt ze ook nog eens heerlijk gemasseerd. Tante Pollebop. Het is toch heerlijk. Bij een kapper hebben ze geen... Je was helemaal met je haar bezig, dus je weet helemaal niet wat je zei. Ja. Goedemorgen. Zien jullie ons? Goedemorgen. Ook het. Jullie hebben gezien dat we een Audi hebben gekocht in een van de vlogs. Oh, dit is trouwens mijn haar in het licht. Hi, ja, goedemorgen ook jij. Ja. Maar we gaan hem vandaag ophalen. Jazeker. En dan wordt het ons eerste ritje. Jullie weten dat het vandaag 22 graden wordt? Nee. Ben jij serieus? Ik ben heel serieus. Nee, ja. 22. Zit ik hier met mijn trui? Het is fucking herfst. Had je dat dit even tegen me... Jij zit me toch de hele ochtend al lopen? Ja, daar ben ik toch niet bezig. Ik ben toch met mijn eigen dingetjes bezig. Ja, maar dan zeg je toch lieverd. Waar heb jij trui aan? Ik moest er net aan denken. Ja. Maar je gaat toch, als je je kleding gaat uitkiezen voor de dag, ga je toch op het weer zo kijken. Om even te kijken van, oké, hoe koud wordt het of hoe warm wordt het vandaag? Het is de hele week al koud. Ja, het is Nederland. Het is even een uitschieter. Ja, vind ik.
Maties. 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 Ja. Pieps. We hebben een fucking Audi A1. Holy shit. Oh. Nee, dit, maar dit, nu wil ik hem niet meer. Nee, nu wil ik hem niet meer. Nee. Dit is jouw Audi. Meneer. Nee, dit is echt. Oh, die rem is echt gevoeliger. Ja. Dat is wel heel goed, een tik dat hij gewoon goed werkt. Holy shit, jongens! Woe! Oh, ik ben zo blij, Mati. Maar alles klopt ook, alles. Deze alles is wel helemaal... Ik word er gewoon helemaal geil van. Het is gewoon fantastisch. Jongens, het is weer zover. Ik word weer de auto uitgestuurd om te filmen. Oké. Okay. Ik heb tering uit met deze kutraar. Dit is inderdaad raar. Okay, we gaan lunchen. Nou, we zitten even lekker bij Anne en Max. We gaan even lunchen. Vanaf mijn kant is echt net een ui. Dit is niet waar. Ja, even helemaal niet van jou. Nou, dit was de vlog, jongens. Wij zijn helemaal blij met onze Audi. Ja, toch? Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace. Peace.